Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is de dag. De dag dat we voor de AN94, de AKA de KVK, kunnen gaan packen. Dit is onze laatste kans in Black Ops 3 om dit wapen te packen. Daarvoor heb ik extra maatregelen genomen. Ik heb overhandschoenen meegenomen, zodat we misschien door deze dingen geluk kunnen krijgen uit onze supply drops. Dus we gaan iets heel speciaals doen. We gaan 20 rare supply drops openen, plus nog 10 van de bribe. En daarna kunnen we nog een melee bribe doen en een guaranteed nieuw range weapon bribe. Let's fucking go, jongens! Zo mensen, we zijn aangekomen. Ik moet proberen mijn controle überhaupt vast te houden met deze handschoenen, want dit... dit is echt serieus lastig. Oké, ik probeer het. Oké, dit gaat heel goed. Oké, ik kan niet eens op... Wacht, ik ga met de duim op kruisje drukken. Oké, dit gaat echt heel kut worden. Oké, het lukt. Oké. Huh. Boom. Onze eerste rare supply drops met de Cold Boys. We gaan natuurlijk voor de AN94. En natuurlijk de MSMC is ook nieuw in Black Ops 3 toegevoegd. Waar we ook zeker voor gaan. En we gaan het gewoon kijken, jongens. Of we iets 6 kunnen packen, jongen. Waarom blijft hij nu al zo lang hangen? Dit is de eerste supply drop die ik... Oké, hij gaat door. Oké, hij gaat door. Oh, ik dacht even van, mede serieus? Oké, ik wil nu opzij. Oké, de tweede jongens. Let's go. Ik moet het heten met mijn duim doen. Kom op. Beam! Waarom... Jongens. Gaat het echt de hele tijd zo door? Meen je dit? Ja, dat gaat de hele tijd zo door. Na deze supply drop zullen we wel even de game opnieuw opstarten, want zo kunnen we niks doen natuurlijk. Jongens! 5 minutes later. Oh, hij doet het! Een epic, zie ik het! Die is wel nice. Oké, we gaan nog één keer proberen om natuurlijk nu te openen. En als hij de hele tijd zo blijft hangen, dan start ik gewoon even mijn game op. Oké, nu doet hij het wel. Oké. Game, jullie maar schrikken dat hij de hele tijd vast ging lopen. Oké, de rolt is van mijn bro af. Het is wel echt waar. Ik wil ook nog een trui aan. Holy shit. Oh, die is sick. Die polenbeer. Oh, Warthorn. Die polenbeer calling card is serieus echt nog nice. Daar ben ik wel blij mee. En de Warthorn cam is natuurlijk een epic cam. Altijd nice meegenomen. We gaan door, jongens. Let's go. Ja, oké. Dit is echt een kut supply erop. Ja, A-Ray. Woo! Yeah, feestje. We gaan door, jongens. Kom op. Wat ik natuurlijk probeer te doen, jongens, is... die Haida, die had ik nog niet. Die is wel best wel oud volgens met een pakje. Wat ik probeer te doen, jongens, is uit de 30 rare supply drops... zoveel mogelijk wapens weg te spelen die je als range weapon kunt krijgen uit de bribe. Zodat we natuurlijk zoveel mogelijk de kans zo groot mogelijk maken. Zodat we de AN of de MSMC kunnen packen. Dus ja, daarom doen we het. Ik heb gewoon extra cold points gekocht, want ja, hey, duimpje omhoog voor dat. Oh my god, we hebben een nieuw wapen, jongen, de Bushwhacker melee weapon. Natuurlijk voor de melee weapon bribers, dit is natuurlijk ook chill dat je gewoon... Ja, dan kunnen we nog een nieuw wapen krijgen van de melee garrier, ja, hoe heet dat? Melee, gewoon melee wapens. Dus deze had ik nog niet, de Bushwhacker, dat was een van de knives die ik nog niet had. Dus oké, daar ben ik wel redelijk blij mee, maar we moeten een schietend wapen, jongen, een range weapon moeten we krijgen. En ik dacht even serieus dat het een fucking epic wapen was ofzo. Art of War, ik weet niet of ik die had, waarschijnlijk niet, want hij ziet er best wel sick uit, ik weet niet. Hij is ook niet nieuw, want er zijn allemaal nieuwe shit toegevoegd. Ik zie een epic. En de epic is verdwenen. Ja, duimpje voor deze supply drop. Jongens, de overhandschoenen, kom op, doe het. Bam, oh ja. Oké, oh, dat is een Argus. Oh my god, die epic zaten mij echt schrikken, ik zweer. Haha, Leafrock, wat een mooie call of een emblem. Holy shit, jongens. We hebben nog 2 te gaan. 2 normale en daarna hebben we nog 10. Dus kom op jongens, doe het. We hebben tot nu toe alleen een boostwerker gekregen. Oké, dit gaat ook niks worden. Wat? Jongens, kom op. Een epic wapen, jongen. Een epic wapen. Oké, we gaan door. De laatste van de cold points. Oh, dit had ook niks. Een fucking invasion deagle. Wat heb je daaraan, jongens? Wat heb je daaraan? Oké, wat we nu gaan doen is eerst de duplicates burnen. Hop, oh, dit is echt... Wacht, ik doe heel even met 1 hand. Anders kan ik het gewoon niet doen. Oh god. Oké, we krijgen niet heel veel duplicates erbij, maar wel iets. Oké, 95 duplicates. Of crypto keys, wat we nu... Wat we nu gaan doen, is eerst de bundel doen. En daarna gaan we nog een daily dubbel doen. En daarna gaan we nog verder met de rare. En hiervoor ga ik even mijn overhandschoentjes uitdoen. We gaan ze voor de bribes bewaren. Want
Voor nu is er nog niet echt heel veel geluk, deze dingen. Maar ik heb het gevoel dat ze voor de bribes wel echt goed gaan uitpakken. Dus we gaan de 10 bundel doen. Let's go. Misschien krijgen we hier een wapen uit. Holy shit. Oké, dit is op dit moment... Oké, wat is het? Oké, een nomentant. Een legendary, dat is natuurlijk een bewering. Oké, we gaan gewoon door. Let's go. Ik zie geen epic. Dit... Ik zweer het. Dat pakje is sick, maar ik schrok me weer dood. Van elke epic die ik niet zie, scrollen en opeens bam, kijk, dan word ik... Dat is toch even van oeh. Weet je, dat kan altijd een wapen zijn, weet je. Dus je moet alert zijn. Maar jongens, het is nog geen schietend wapen. En dat is uiteindelijk wel de bedoeling, dat we een schietend wapen nu hier uitkrijgen. Zodat we bij de prime natuurlijk meer kans hebben op een goed wapen. Oké, we hebben nog 7 te gaan. Let's go. Kom op. Beam. Hebben we niets aan. Hebben we niets aan. En hebben we helemaal niets aan. Jongens, het geluk is er niet. Waar is de geluk? De geluk. Oh, een epic. Oh, dat is... Oh my god. Jongens, ik zweer het. Die epic wapencamo's. Zo afleidend van... Yo, dit kan een wapen zijn, weet je wel. Oh my god. Oh, die is sick. Die is sick. Die is zeker sick. Jack O'Lantern. Een Firebreaker body team. Die is toch sick. En voor de rest de gestures. Maar ik heb bijna echt alle gestures al. Dat is echt niet normaal. Ik heb ze allemaal wel een keer gezien. Maar kom op. Een wapen. Een wapen. Nee, geen wapen. Try it. Dat is voor de Seraph. Voor de pow, revolver. We hebben er nog 3 van de bundel te gaan, jongens. Dus wie weet dat er nog iets... Oeh, Diesel 6 Series 4. En de Light Razorback Camo. En Sweep This Ruin Threat. Threaten Gesture. Sorry. Threaten. Oké, dit is een kaksupply. Ja, en we gaan gelijk door, jongens. Boom, de laatste. Let's go, kom op. Beam. Yo, dit is heel erg jammer. Oké, jongens, wat we nu nog hebben. We hebben nog een aantal crypto keys staan. En we kunnen een paar supply drops openen. Ik weet niet hoeveel duplicates we nu erbij krijgen. Oké, we kunnen er rond de... Ja, wat zal het zijn? 5 openen. Dus we gaan eerst... Oh ja, we hebben de daily dubbel nog. Oké, dan kunnen we nog meer openen. Oké, let's go. We gaan... Ja, jongens, ik hoop echt dat we die fucking... Gewoon een... Misschien krijgen we hier zelfs de AN uit. Dat kan ook natuurlijk. Please, de AN, jongens. Ik wil de AN. Is echt mijn lievelingswapen. Ik heb hem zo vaak... Oh, die is sick. Zo vaak opgepakt, maar... Ik wil hem zelf ook hebben, man. En dit is eigenlijk mijn laatste kans om dat ding überhaupt te packen, weet je. Want, weet je, hierna... Ik weet niet of er nog bribes zijn, maar... Het heeft me echt best wel, ja, een week gekost om de winst bij elkaar te smokkelen. Maar ja... Tot nu toe mag het nog niet echt baten. We gaan nog de laatste van de bunden doen. En ja, ik hoop echt dat we er iets uit krijgen, man. Ik hoop het echt. Gewoon de AN. De AN. Ik hoef niet eens per se de SMC. Die is natuurlijk ook wel echt een sick wapen. Maar ik vind AN... Gewoon, ik haal daar veel nukes mee. Bijna elk potje haal... Of de AN hou ik een goede score mee. Dus ik wil dat wapen... Oh my god, die kut camo's van die epic shit, jongen. En de Whale Calling Card. De Whale Calling Card is super dope. Oké, we hebben nog 3 te gaan. Kom op. Hij blijft vasthangen. Ja. Oh my god. Hier ook gewoon weer niks uit. Wel de gem. Oké, de gen camo vind ik best wel sick camo. Vooral op de kude had ik hem nog niet. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar kom op. De AN. Er is nog steeds hoop. Oh my god. Oh my god. Jullie moeten even... Jullie denken van... Dylan, waarom ben je zo blij met de HLX4? Het is natuurlijk een nieuw wapen, maar... Ik moet jullie even een verhaaltje vertellen. Gisteren, tijdens de 12 uur stream... Ging ik het supply drops openen. Waar we uiteindelijk de Ballistic Knife hebben gepakt. En wat dit dus inhoudt... De HLX4 is zeg maar de slechtste submachine gun die ik nog kan krijgen. Met de HG40. Dus dat is jammer dat ik die nog kan krijgen. Maar dit is weer een kansverkleining voor de bribe. Om de AN of MSMC te krijgen. Want dit wapen zou ik echt niet blij mee zijn geweest als ik die uit de bribe had gekregen. Maar we hebben hem uit de Rare Supply Drops gekregen. Oh, ik ben best wel blij mee. We gaan hier ook zeker een filmpje mee opnemen. Want dit is op zich gewoon... Het is een redelijk wapen, weet je. Het is op zich niet heel verkeerd. Het ziet er best wel apart uit, though. Ik heb hem nooit echt mee gespeeld. Dit was even... Ik ben echt blij dat ik deze heb gekregen. Maar nog steeds bestaat de kans dat we de HG40 gaan krijgen. En ik heb echt zo het gevoel dat we die gaan krijgen. Maar ik hoop natuurlijk op de AN. Oké, we gaan door. De laatste. De laatste rare. Oh, kom op. Geen epic. Ik zie geen epic. Nee. Oké.
Er komt nu iets aan van, we hebben, oké, okay, hoeveel duplicates kunnen we krijgen? Ik weet niet hoeveel in rare is, dat is dat 2? Oké, het duurt wel lang, dit duurt wel heel lang. Hallo? Oké, wat we nu gaan doen, we gaan eerst de melee krijgen, zodat we misschien een duplicate krijgen, zodat we, nog 2 crypto keys krijgen. Ik ga mijn mooie overhandschoentjes aandoen, want natuurlijk, we moeten even het geluk krijgen. Maar ja, de melee bribe, daar ben ik niet zo heel erg verheugd, dat weet je, maar niet zo veel uit welke ik krijg. Ik krijg sowieso gegarandeerd een nieuwe, maar ja, ik maak er echt niet zoveel druk om. Want ja, melee wapens maken me niet zoveel uit. Maar jongens, we gaan erop klikken met de duim. Boom. Oké, ik ben echt benieuwd. Oké, melee's. Ja, die had ik nog niet. Oké. Ja, en we krijgen gratis nog 7 crypto keys. Dat houdt dus... Sorry, maar met de dingen oppakken met je hand. Gaan we nog even 1 rare openen. Let's fucking go. Daan. Bam. Opeens krijgen we hem. Dan ga ik echt... Ik zie nog een... En dit is een body team. Body team. Oké. Edie's flash. Dat is sick. Oké. Ja, jongens. Ik blijf het uitstellen. Ik weet dat jullie voor de bribe zijn. Maar we gaan nog even door met een kommetje. Ja, dit is waarschijnlijk helemaal niks. Oké. Wat ik nu ga doen... Ik ga de range weapon aanklikken. Ik ga in de kamer ergens in een hoekje zitten. En ik draai me om. Waardoor ik niet kan zien wat ik eruit krijg. Oké. Dylan, pak de AN. De AN, jongens. Pak de AN. Ik ben echt benieuwd, jongens. Ik neem mijn controle mee. Ik ga naar de... Ik ga gewoon in die hoek zitten. Ik ben benieuwd, jongens. We gaan het doen. We gaan het doen, jongens. Ik moet echt. Ik moet legit op mijn knieën nu gaan zitten. Ja. Duimpje omhoog voor de kamer. Oh my god. Ik kan het niet geloven, ouwe. We hebben hem. We hebben hem. Oh shit. Ik kan het niet geloven, jongens. Meen je dit? Het harde work. Het harde werk heeft ge... Ik ben echt... Oh my god. Kijk mijn haar ook, even. De overhandschoenen hebben inderdaad... Oh, goddelijk. Oh my god, meen je dit? Je kunt zien hoe blij ik ben, maar even serieus. Ik zie zoveel mensen de AN gebruiken. Ik pak hem altijd op als ik hem zie en ik hoef hem nooit meer op te pakken. Want ik heb hem. Yes. Oh my god, ik voelde hem al. Want ik kreeg... Ik had zoveel andere wapens steeds gekregen. Dus de kans werd zo groot dat ik dit wapen heb gepakt. Het is fucking gelukt, jongens. Het is fucking gelukt. De KVK 90M. 99M. Ik kan het niet geloven. Ik moet helaas zo meteen wel mijn kamer weer opruimen, maar... Jongens. Oh my god. We gaan... Ik kan het echt niet geloven. Dit is het wapen die ik wou. Ik ga hem gewoon fucking bovenaan zetten. Dit wapen hoort bovenaan. De KVK 99M. Oh my god. We hebben hem. Oh my god. Oh, kijk hoe sick dat eruit ziet. Ook met deze. Oh, shout het even naar Danique. Danique, als je de video kijkt. Hahaha, ik heb hem ook. Ik zat altijd Danique te pesten dat zij hem had. En nu heb ik hem. Oh my god. Ik kan het echt niet. Kijk hoeveel
Attachments, ik heb hem er al mee heb gelokt, houden. Stok natuurlijk en quickdraw. Dat is wat je erop moet gooien. Ik kan het niet geloven dat we hem hebben. Oh my god, ik vind het... Niet dat ik eens emotioneel word, hoor, maar ik heb zo serieus best wel veel geld er nog ingegooid om dit wapen nog te packen. Natuurlijk, de MCC had ik ook wat chill gevonden, maar dit is het main wapen wat ik wou hebben. Oh my god, mijn knieën doen ook zeer. We hebben natuurlijk... Ik zal even laten zien welke wapen... Kijk hier, we hebben 5 assault rifles op een rij. Mis alleen nog, ja, deze, die hoef ik niet echt. De Khalil, die wil ik als enige nog als assault rifles. En we hebben de Halex 4 natuurlijk, ook weer een submachine gunnetje erbij. Daar ben ik ook best wel blij mee, maar de fucking hell, ouwe. We gaan hem ook gelijk op de specialist aanzetten, het moet. KVK, de KVK, jongens. Oké, mijn knieën doen wel zeer, maar ik kan niet. Ik zet wel mijn mooie, hoe heet die dingen nou? Ik weet het niet, die overhandschoenen wel onder mijn knie, zodat ik wel kan zitten. Oh my god. Echt, we kunnen nog 1 commentje openen. Als we hier de MCC uitkrijgen, dan word ik helemaal hype. Maar daar gaan we niet van uit, maar je weet maar nooit. Je weet maar nooit, we kunnen de 15 doen. Dus wie weet. Oh my god, nee, maar ik ben echt sick blij, ouwe. Ik ben echt sick blij, holy shit. We gaan even langs, jongens, wat we hebben gekregen. Ik meen het serieus, dit is echt sick. Holy fuck, oké. We hebben voor de ruin best wel veel dingetjes. We hebben een nieuw helmpje, de Tiger Shark, die we... Oh, die heb ik niet eens... Die heb ik in een common uitgekregen of zo, die ik ergens opende. We hadden wel een pakje, toch? Haida, ja, deze hadden we gekregen. Oké, die was best wel redelijk oud. Hij zit ook best wel hoog in de lijst. Maar deze is natuurlijk wel sick, dat is de nieuwe. Oké, we hebben hier, ja, wat Jessus. De Jessus doen we even dit keer niet. We gaan gewoon even langs bij de pakjes, de calling cards en de wapens die we net hebben gehad. De Faro. Oh my Dylan, het is gewoon een Faro, sorry jongens. Ik dacht helemaal dat ik het helemaal vaag moest uitspreken. Helaas nog geen full pakje, maar je ziet er best wel sick uit met het gouden op dat arm. Op dat arm. Oké, we gaan even door naar de prop end. Oké, even loeren. De Paradise Bats. Die is wel sick. Ja, hebben we daar een pakje voor? We hebben de Ardent gekregen daarvoor. Oké, die is rood, die is wel sick. Nee, we hebben geen Paradise Body Team. Oké, dat is wel jammer. Geen volledig pakje. Maar hey, I don't care. I have the AR. AR. Ja, de AN bedoel ik. Het is een assault rifle, de AN. Afterburn, die ziet er sick uit met zo'n soort van, gewoon zo'n bril met allemaal gekke shit erin. Oké, die is wel sick. En we hebben natuurlijk de 80's Flash, dus de roze ding. Dat vind ik wel sick, alleen dat pakje wat ik nu heb, dat gouden vind ik echt perfect eruit zien. Dat is de nieuwe natuurlijk. Holy shit, de Seraph hebben we een nieuwe body team voor, dat was die groene. Die hadden we dus blijkbaar nog niet, Art of War. Ik dacht ook dat ik hem nog niet had. Hebben we daar nog een mooi hoofd? Ja, we hebben een full pakje. Oh shit, dat wist ik niet eens. Art of War. Art of War. Oké, die ziet er wel echt sick uit hoor. Met dat smink op haar hoofd en zo'n Chinese teken op de mond. Ah, hier ben ik wel blij mee. Gewoon weer een nieuw volledig pakje erbij. Voor de Nomad. Sorry, ik gebruik de ding nooit. Ardent, ook die rode. Maar ja, dit pakje is gewoon ziek hoe die er nu al uitziet. De Reaper, daar ben ik wel blij mee. Dat is een nieuw hoofdje, Series 4. Hebben we daar een pakje? Nee, daar hebben we geen pakje voor. Series 4, dat is deze toch? Nee, Series 4. Oh, dat is deze. Ja, helaas hebben we daar ook geen full pakje voor. Dat is wel jammer, maar at the moment vind ik... Ja, rood is mijn lievelingskleur en dit pakje ziet gewoon echt clean uit. Dat hoofdje hoort er niet eens bij, hè. Maar het ziet gewoon... Het matcht wel goed. Het is wel ziek, ziet er ziek uit. Voor de Firebreak hebben we een... Holy shit, hebben we best wel veel pakjes. De Orbit. Die is wel ziek dat ze een... Oh ja, die had ik... Oh my god, sorry jongens. Ik had hier voor de video, voor het avondeten ook... Had ik wat comments geopend en had ik deze dus blijkbaar uitgekregen. Oké, we hadden deze dus blijkbaar gekregen en de Jack-O-Lantern. Die is zo sick. Zo'n soort van ouderwetse jute zakken outfitje. Oké, dat is wel sick. Hebben we daar nog een leuk hoofdje bij of zo? Die er een beetje bij past. Oeh, dit hoofdje is ook wel dope hoor. De panda. Ja, we hebben er helaas geen hoofdje voor. Nou ja, we doen gewoon de panda erop. Het ziet er dope uit. Panda. Panda hoofdje. Panda. Kik. Ra. To the mean, nana. Ik kap wel mijn zingen. Want ik ben er niet goed in. Oké, jongens, ik kap wel. Ja, jongens, ik ben echt hyper as fuck, ouwe. Ik ben echt... Holy shit. We hebben ook nog wat calling cards gekregen. Wat geloerd. Even zien. We hebben hier een... Holy shit. We hebben ze allemaal. We hebben nu een bewegende. Hey, what the fuck? Die is sick, ouwe. Kijk, dat vuur. Oh, dat wist ik niet eens. We hebben hier alle 6. We hadden deze mermaids gekregen. Nice, dan hebben we hier een bewegende. Dat is echt dope. Dat is mijn eerste bewegende die ik van die setjes heb. Dus daar ben ik wel echt blij mee. Hebben we nog een setje gecompleet of zo? Oké, zie hier 4 van de 6. Oké, dat was die ijsbeer. Die vond ik ook wel dope. Oh, deze is sick. We hebben deze gekregen. Deze vind ik nog vet trouwen.
Die zetten gewoon ook gelijk aan. Oké, okay, dat is de tweede fucking set. En voor de rest hebben we niet echt setjes gecomplete. We hebben twee setjes gecomplete. We hebben de enige echte AN94 natuurlijk gedropt uit onze supply drop. En jongens, onze missie is geslaagd in Black Ops 3. De MCC natuurlijk volgt ook, maar ik ga geen geld meer in deze game stoppen. Omdat ik vind dat ik prima spul heb nu. Ik heb mijn lievelingswapen. Dus ja, dit was misschien wel de laatste supply van Black Ops 3. Natuurlijk, World of War 2 komt er ook binnenkort aan op mijn kanaal. Volgende week komt die uit, de beta. En door jullie support, jongens, dat wil ik nog even bedanken. Echt, thanks voor de support, jongens. Zonder jullie kon ik die game niet eens kopen. Kon ik deze supply drop video niet opnemen. Dus ik ben echt, jongens, ik wil jullie echt bedanken. Thanks voor de support. En meen serieus, op de 12 uur stream op mijn kanaal is gewoon weer, ja, weet niet. Ik kan het gewoon niet geloven. Het is gewoon echt ziek, jongens. Thanks voor de support, jongens. Ik ga hier de video bij afsluiten. Hopelijk vond je deze supply drop video natuurlijk super dope. Ik vond hem super sick. We hebben de AI en daar ben ik echt blij mee. Maar jongens, aan elke video komt een einde. Zo ook bij deze video. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen. Oh my god, wat een troep, jongen.